In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we het eigenlijk hebben over één van de profeten uit het Oude Testament. En deze profeet die is heel menselijk gebleken in het boek waar zijn verhaal wordt beschreven. Hè. Dus hij had heel veel intense gevoelens, maar hij heeft ook heel hard gewerkt en hij had ook altijd een gebedsrelatie met God. Dus hij praatte altijd tegen God en hij dacht van, als ik het overlaat aan hem, dan komt alles wel goed. En ik heb het vandaag over de profeet Nehemia. Nehemia was iemand die Joods was, hè, die uit Jeruzalem kwam oorspronkelijk, uit Israël kwam oorspronkelijk. En die had gehoord in het land waar hij woonde, want hij woonde er inmiddels niet meer. Hij had gehoord dat Jeruzalem in die tijd was verwoest. En hij was iemand die dus in het buitenland woonde en een grote positie of een hoge positie had aan het hof van de koning. Hij was de schenker van de koning en hij had een goede baan daar. Maar toen hij dus hoorde dat Jeruzalem was verwoest, dat Jeruzalem kapot was gegaan, toen is hij daar heel verdrietig om geworden. Dus hij ging daar om, hij werd daar rouwig om, zo staat in de Bijbel. Hè, dus, en als je rouwt om iets, dan ben je niet alleen maar een beetje verdrietig, dan ben je echt kapot. Nehemia had dus toen bedacht van, goh, ik ben nu zo verdrietig, maar daar wil ik iets aan doen. Ik wil ervoor zorgen dat Jeruzalem weer opgebouwd wordt. Dus hij had het plan toen opgevat om Jeruzalem weer te bouwen. En toen mensen hem vroegen van, goh, lukt dat wel? Weet je wel zeker dat je daarvoor, dat jij de middelen daarvoor hebt en dat je de kracht daarvoor hebt en. Dus heel veel kritiek kreeg hij. En toen heeft hij gezegd, en dat is de vers van vandaag, in hoofdstuk 2 van Nehemia, staat in vers 20, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en bouwen. Dus de God van de hemel zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en bouwen. En het mooie aan deze vers is dat Nehemia heel veel vertrouwen geeft eigenlijk, of heel veel vertrouwen heeft in God, want hij zegt dat als eerste, hij zal ons doen laten slagen, dus maak je maar geen zorgen. Maar dat betekent wel dat ik nog wel, of dat wij, zijn dienaren, wel onze rol moeten doen. Wel moeten doen wat er van ons wordt gevraagd. Hè? Dus wij moeten opstaan, hè? We moeten ons klaarmaken en we moeten gaan bouwen. Dus dat betekent dat we moeten lijden en moeten hard moeten werken. En het zal niet makkelijk zijn, het zal niet altijd even leuk zijn. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de Heere Jezus of dat God, als hij iets wil, dat wat er dan ook gebeurt, hoeveel kritiek je ook hebt en hoeveel dingen er ook mis kunnen gaan, als de Heere iets van jou vraagt of iets van jou wil, dan zal het ook wel lukken. Dus de Heere doet slagen waarvan hij wil dat het gebeurt in ons leven. Wat ons dus niet vrijspreekt van wat we moeten doen. Ik wil er eigenlijk met jullie op een andere manier naar kijken. En dat wil ik doen aan de hand van de letter G. De letter G. We gaan 5 woorden bespreken met die letter G. En dan gaan we deze situatie eigenlijk proberen uit te pluizen. De eerste G is de G van gebeurtenis. Er was een gebeurtenis, Jeruzalem was verwoest. De tweede G is de gedachte die Nehemia daarbij kreeg. En de gedachte was van, nou, ik vind het vervelend dat mijn thuisland er niet meer is, dat niet bestaat. Ik vind dat vervelend, ik vind dat naar. Het gevoel, de derde G, wat Nehemia daarbij krijgt, was dus dat verdriet, dat intense verdriet, die rouw die hij had. Vervolgens ging hij daar iets mee doen. De vierde G van gedrag, die laat zien wat voor actie Nehemia daarvoor ging ondernemen, omdat hij zo verdrietig was. En hij ging dus iets doen. Hij is naar de koning gegaan, hij heeft tegen hem gezegd van, ik heb verlof nodig, want ik moet mijn thuisland gaan opbouwen. Uiteindelijk was het gevolg van al deze dingen, was dat hij Jeruzalem heeft kunnen opbouwen met de hulp van God en alles heeft kunnen doen wat God van hem vroeg of in zijn hart had geplaatst. He, dus we hebben het nu bekeken door middel van die 5 G's. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Deze 5 G's kunnen wij ook toepassen in ons leven. He. Alle situaties die wij meemaken en alle situaties die wij tegenkomen, al deze gebeurtenissen, dus die eerste G, die kan je op deze manier zo bekijken. Hè? Ik heb overal wel een gedachte over. Die gedachte leidt altijd tot een gevoel wat ik heb. Dat gevoel leidt tot een gedrag wat ik heb. En dat zorgt ervoor dat er een gevolg komt. Hè? Dus er komt een consequentie aan mijn gedrag. Het makkelijkste om aan te passen, als ik niet zo blij ben met wat er gebeurt in mijn leven, is om te kijken,
naar deze 5 dingen. En het makkelijkste om aan te passen is dus mijn gedrag. Ik kan mijn gevoel kan ik niet zomaar veranderen. Ik kan niet zomaar denken van, oké, ik ben nu blij. Of ik ben nu boos. Dat gaat moeilijk. Wat makkelijker is, is om je gedachten om te buigen. Dat is al wat makkelijker. Om te zeggen van, nou, hoe komt het nou eigenlijk dat ik op deze manier deze gedachten heb over deze gebeurtenis. Maar het makkelijkste om te veranderen is je gedrag. He, dus in plaats van dat je als je verdrietig bent in je bed gaat liggen onder een dekentje. Ik zou je ook kunnen denken van, ik ben nou eenmaal verdrietig. Maar het wordt niet beter als ik in mijn bed blijf liggen. Dus ik ga naar buiten en ik ga wat doen. Ik ga een wandeling maken of ik ga een gebed zeggen of ik pak mijn Bijbel en ik ga lezen. En dan zal je ook merken dat het gevolg anders is. Dat je gedachten vanzelf daarin meegaan en dat je gevoelens daar vanzelf ook in meegaan. Dus wat Nehemia had kunnen doen, is dat hij thuis had kunnen zitten en zeggen van, ik vind het zo vervelend dat Jeruzalem is verwoest, ik vind het zo naar. En hij had in die rouw kunnen blijven hangen, hij had verdrietig kunnen blijven voor de rest van zijn leven. En dan was er niks veranderd, dan was er niks gebeurd. Maar dat was dus niet de insteek die hij had. Hij heeft ervoor gekozen om God zijn wil in zijn leven een plek te geven en niet zijn eigen gevoel daarin te volgen. En door dat vertrouwen wat hij dus had, dat hij zei van, dit is Gods wil, blijkbaar. God heeft dit van mij gevraagd, hij heeft dit in mijn hart gestopt. Hij zal het doen slagen. En als het niet slaagt, dan is het ook Gods wil, maar het zal slagen. Maar we moeten wel actie ondernemen. Hè? We moeten opstaan en we moeten bouwen. Anders gebeurt het niet vanzelf. Dus bedenk voor jezelf, hè, van, hoeveel kansen laat ik eigenlijk gaan in mijn leven om iets aan te passen? Hoeveel kansen laat ik gaan om uit dat verdriet te stappen wat ik heb? Of die boosheid te stappen die ik heb? Hoe vaak geef ik mezelf eigenlijk de kans om Gods stem echt een verandering te laten teweegbrengen? Hè? Want God heeft niet voor ons bedoeld dat we altijd ongelukkig zijn of verdrietig. Of dat er alleen maar narigheden op ons pad komen. En soms voelt dat wel zo. Soms voelt het alsof alles in ons leven naar is. En alsof alles in ons leven alleen maar pech hebben is. Alleen maar pech en het is altijd mij en ze moeten altijd mij hebben en het is heel vervelend. Ik snap dat die gebeurtenissen, als ze vlak op elkaar gebeuren al helemaal, dat ze je een gevoel kunnen geven dat je geen invloed hebt op dingen, maar dat heb je dus wel. Je kan je gedrag altijd aanpassen en dat is moeilijk en dat is vervelend en dat kost heel veel moeite. Alleen het is wel belangrijk dat we inzicht hebben in wat we doen en hoe dat in ons leven gevolgen kan hebben of dingen kan veranderen. Dus blijf jezelf niet begraven in al die pijn en emotie. Dat zal vanzelf veranderen als je naar God luistert, als je zijn wil volgt en als je je eigen gedrag aanpast. Als je opstaat en gaat bouwen aan jezelf of aan je omgeving. Dus God heeft dus altijd een plan voor ons uiteindelijk om het gevolg te brengen dat er een groot feest komt. Want toen Jeruzalem weer was opgebouwd, was er één groot feest. Dus toen Nehemia de keuze had gemaakt om uit zijn verdriet te stappen, om iets te gaan doen, om iets te gaan ondernemen, om zijn gedrag aan te passen, toen kwam er feest en toen werd hij vanzelf blij. Toen is zijn emotie, zijn gevoel is toen vanzelf veranderd. Zijn gedachten zijn veranderd en zijn hele leven is anders geworden nadat hij zijn gedrag heeft aangepast. Dat was het allermakkelijkst. Maar laat God een feest geven in jouw leven. Laat God jou belonen voor het harde werk wat je doet, want hij zal je belonen, hij zal je doen laten slagen als het in zijn wil ligt. Dus die 5 G's die we hebben genoemd, bekijk je eigen leven door die bril eens een keertje. Hè? Ga het eens een keer voor jezelf opschrijven van, goh, wat komt er eigenlijk in mijn leven voor en hoe kan ik dingen beïnvloeden als het me niet bevalt. En ga het verhaal van Nehemia nog maar een keer erop lezen. Het staat in hoofdstuk 2, vers 20, stond dus, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en bouwen. Tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven.